Dus Bert, wil jij nog iets zeggen? Nou ja, bedankt jongens. Dit hartverwarmend. Ja, toch is toch leuk? Ja. In hoeveel jaar kom je al naar optredens van mij? 39 jaar. 39 jaar, dat is niet normaal. Krijg een vondje. Wat is dat dan? Dat is helemaal niet nodig hoor, ik vind het heel lief. Nou, ik ben goed verzorgd hier. Ik heb koffie gekregen, frikandel, lekker met mayonaise. En het zijn allemaal aardige mensen, dus ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ja, lieve mensen en volgers, ja, ik heb een extra vloggetje gemaakt. Ja, door het feit dat ik natuurlijk mijn lieve vriend Bert heb opgezocht. Nou, het gaat op het ogenblik redelijk met hem. Hij heeft het best zwaar. Hij laat ook zien dat de plukken haren natuurlijk nu loslaten uit zijn hoofd. Dat is natuurlijk heel naar om dat te zien. Maar goed, Bert heeft daar geen moeite mee in die zin dat we dat gewoon mogen filmen. Het ziektebeeld. En we wensen natuurlijk van deze kant met al mijn fans enorm veel sterkte en kracht toe. En daarbij had ik s'avonds Koningsnacht. Ja, daar moest ik optreden in Hogerheide. Was fantastisch. Fantastisch avond, fantastisch optreden. Ongelooflijk leuke mensen. 3000 man. Gekkenhuis, goed georganiseerd. Ik ben even in het ziekenhuis bij mijn goede vriend Bert. En Bert die heeft een week chemo gehad, zit al een week aan de medicatie. Zit inmiddels al 2 weken in het ziekenhuis. Ja. Dat is best lang. Ja. En wij willen even iedereen bedanken voor de kaart. Ik had een oproep gedaan. Jongens, stuur mijn goede vriend even een leuk kaartje. Nou, dat is gelukt, kan ik je melden. Kijk. En we hebben nog niet eens... alles. Opgehangen. Dus Bert, wil jij nog iets zeggen? Nou ja, bedankt jongens. Dit hartverwarmend. Ja, toch is toch leuk? Ja. En als je nou voor een week weer filmt, dan... zijn de haren eraf. Denk je dat? Ja, valt het al uit? Ja. Dit, jongens, dit is echt, volgende week zit hier een kaderman. Maar hier word je niet zieker van. Of nee, maar dat weet je van tevoren dat dit gaat gebeuren. Ja, en om te zeggen je kunt het beter van een beetje korter knippen, Bert. Ja, maar ik zou het vast een beetje korter knippen, maar ja, ja wat is wijsheid. Ja, ik zou meteen dat er nog 4 haren op staan. Ja, dat doe je, kan je zelf nog wel doen. Ja. Maar ik wil iedereen even bedanken, jongens. Ontzettend lief. En Bert is er ongelooflijk blij mee, de familie ook. Met zoveel kaarten en... mocht je denken, god, ik stuur er nog een kaart volgende week of voor 2 weken, dan heel graag. Hoppie de toppie. Hij hangt ze namelijk zelf op, dat is ook wel grappig om te weten. En de punaises waren op, dus hebben ze maar aan een lintje gehangen hier, zo zie je het. Ja. Mooi gedaan, top. Ja. Hoe leuk kan het zijn. Vreselijk. Godverdomme, zo ben je bloedgezond en zo leg je godverdomme aan de chemo. Het kan toch niet waar zijn ook allemaal. Maar ja, dat allemaal. Zat... Maar goed, jongens. Thank you very much. Alles goed? Goed zo. Welkom op het Brabants Walfestival. Dank u wel. Ja, ik heb een kijk eens even, wat willen we nou nog meer? Dank u wel. Nou, ik heb nog meer voor je. Oké. Dan gaan we ook nog een warme backstage tent. Waar ik allerlei drank en dat soort dingen heb staan. Oké. Nou, loop ik even daarheen. Loop daarheen. Nou, tot de volgende. Ja, hoeveel jaar kom je al naar optredens van mij? 39 jaar. 39 jaar, dat is niet normaal. Nee, zo heb ik meer nog niet eens. Moet je nagaan. Maar je wilt iets afgeven, hoor ik van die meneer. Krijg een vondje. Wat is dat dan? Dat is helemaal niet nodig hoor, ik vind het heel lief. Ja, dat vind ik toch wel weer knap, denk ik. Nee? Ik vind het knap. Ik vind het lief wat je hebt gedaan. Hartelijk dank. Hij staat hier ook. Ik ga een mooie plekje zetten. Wat leuk. Even om te zien. Inzoomen. Helemaal top, dankjewel. Top pushen. Heel hartelijk dank. Ik heb zo lang in de kamer staan. Ik vraag om je vrouw die mag niet proeven krijgen. Willen jullie dat? Ja, 2 koffie als het is. Ze zijn zo recht van de kamer.
Nou, top. Het was echt ongekend. Wat een mensen. Er zaten meer dan 3000 mensen zaten in de zaal. En ze gingen van voor naar achter mee. Het was een goede sfeer, leuke mensen. En mensen hebben er gewoon echt zin in. Het is hier gewoon echt een happening al jaren. Dat merk je ook gewoon. Hoe de mensen leven er naartoe. Ik vond het helemaal te gek. Het was echt een top sfeer. Voor jong en oud. Van 8 tot 80. En Geertje vond het top. Ja, van de Johan Cruijff Arena tot hier in Hogerheide. Hoe groot is dat verschil? Nou ja, dat is niet te vergelijken. Kijk, het is zo als je in de arena optreedt voor 67.500 mensen, dan zie je een heel groot gedeelte niet, bovenin niet, de eerste ringen ook niet en zelfs ook niet op het gras, zeg maar. Maar het is, ja, hier heb je wel veel meer contact met het publiek en dat vind ik toch altijd wel heel erg leuk hoor. Ook wel 3000 mensen ook wel heel veel vindt. Maar ik hoor dat jij ze straks nog allemaal aan de hand moet geven, is dat zo? Ik dacht jij. Oh, dan ben ik hier nog wel even. Nou, ik ben goed verzorgd hier. Ik heb koffie gekregen, frikandel, lekker met mayonaise. En het zijn allemaal aardige mensen, dus ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Zoals je weet kun je mij volgen. Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. En natuurlijk ook mijn eigen YouTube kanaal. Daar kan je nog steeds lid van worden, kost je helemaal niets. Ik zou het hartstikke leuk vinden. En dan kun je gewoon allemaal volgen wat Geertje allemaal doet. Ik wens jullie een heel fijn weekend. De groetjes van Geer. En ik ga gezellig mijn verjaardag vieren. Dikke kus. Bye.